Hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag gaan we op reis, vanaf Groenlo richting Eibergen. We vragen graag jullie hulp om fotoreacties te plaatsen op deze video, zodat iedereen ook kan zien hoe het voor de aanleg was. Gelieve wel op de pagina van N18 Drone Projects, wel even de plaats en datum erbij vermelden. Alvast bedankt. Op deze plek zat voor aanvang van de werkzaamheden Eurogroen BV aan de Eibergse weg nummer 4. Ook hier wordt in een hoog tempo gewerkt. Dit zijn enkel en alleen nog maar de voorbereidingen. Transportweg aangelegd voor de aan- en afvoer van materieel en grondstoffen. Daarna zal het grote werk gaan beginnen en starten ze met de aanleg van de nieuwe weg N18. Ook hebben we de nodige bomen plaats moeten maken, in totaal op het hele traject, 30 hectare, dat is inclusief, houtvallen en bomen langs de bestaande wegen. Hier stond, onder andere, het voormalige chauffeurscafé, de Keet. Geplaatst, zodat het werkverkeer straks zonder oponthoud het reguliere verkeer kan kruisen. We hopen dat we jullie weer wat wijzer hebben gemaakt door middel van deze video en we hopen ook veel fotoreacties te ontvangen. Een like of een gewone reactie mag uiteraard ook. Tot een volgende keer maar weer en bedankt voor het kijken.